I want also Sierra Leone to be amongst the best of Africa. And I believe me, this day will change a lot of things. We come from a war. We come from a lot of things. Killing, they cut hand and foot, turn people handicapped. Say yes, Sierra Leone has really come into the map. That's what I'm asking for. Deze mensen zijn heel gesloten. Als je begint te praten over wat daar gebeurd is of wat ze meegemaakt hebben, hoe mensen daaruit vluchten, dan slaan ze dicht, omdat ze angst hebben gewoon om te laten weten hoe ze het land ontvlucht hebben. I'm sure that we're gonna win. De groeten uit Tilburg. Zo vaak is Sierra Leone niet op reis, dus dat moet vastgelegd worden. Voetbal staat hier nog in de kinderschoenen. Luister maar naar wat de spelers ervoor over moeten hebben om hier in Tilburg te zijn. We pay our own ticket because we know what we have in our hand. And what you have in your hand, if you want to show it, you have to sacrifice. This is sacrifice. We made a lot of sacrifice for our country. They're supposed to do it, but they don't have no money for the moment. Het werd een mooi Afrikaans feestje. En ja, het was echt een vriendschappelijk potje. Kagbo kwam de eerste helft voor zijn land uit en de tweede voor Willem II. Hij won die beide helften met 1-0. En dan kom je dus op een 1-1 gelijkspel uit. Het oordeel van de trainer, Fons Groenendijk. Ja, ze kunnen best aardig voetballen in Sierra Leone. Jazeker, ja, hele leuke wedstrijd. Leuke sfeer zie je ook. Dat is prima dit. Vooral ook voor Ibo, is heel belangrijk voor hem met name. En ik denk dat het een leuke wedstrijd was. I believe more will come and then this day will be unforgettable in my country because I believe this day will bring so much thing for us. Ibaka is one of the best players in Sierra Leone, not only in Sierra Leone, in Africa. He's a man with respect, everybody likes him in Sierra Leone, everybody know what he can do, and we appreciate what he has done for the country as from now, you know. You're proud of him? I'm proud of him, yeah, I'm very proud of him. De slotvraag is voor Ibrahim Kargbo. Welk shirtje zat er nou beter? Zijn antwoord is veelzeggend. No place like home.